Yes guys, welkom weer bij een goed nieuwe video. En vandaag geef ik je de beste 5 e-com tips die ik de afgelopen 5 jaar heb geleerd. Alles wat mij heeft gebracht naar 10, 100k per maand met Shopify, dropshipping, verkopen op Bol, succesvol worden in het verkopen van producten online. Nou, hoe bouw je dus een succesvolle business op in 2024? Dat is waar ik het vandaag over ga hebben met jou. Hier staat 23, maar het is voor 24. Maak je absoluut geen zorgen. Oké? Trek uiteindelijk je progressie. Want ja, als je begint aan je e-commerce reis, moet je uiteindelijk een visie hebben en een doel. Waarom begin je hier überhaupt mee? Je kunt niet alleen een ideologie hebben dat je succesvol zult zijn in de toekomst. Je visie is uiteindelijk als een kaart die je moet volgen. Je moet koppig zijn met je visie, maar heel flexibel met hoe je daar gaat komen. Want het leven gaat zo en het leven gaat niet zo of het leven gaat ook niet zo. Het komt met vallen en opstaan en trek dus je progressie. En trek waar je dus een jaar geleden stond, een maand geleden, een week geleden. En dan kan je dus zijn progressie zien. En zolang je die progressie blijft zien, zou ik er zeker mee blijven doorgaan. Jouw visie kan dus zijn dat je een Shopify store wilt van 10k per maand. Maar dat je flexibel moet zijn met de niche, markt of producten die je uiteindelijk gaat verkopen. De markt wint altijd. Dus focus je niet per se op een niche, maar begin gewoon eerst breed general. Zeker als je beginner bent. En door dit te doen, kan de markt jou dus vertellen wat je moet gaan verkopen. Bijvoorbeeld, misschien werkt beauty heel supergoed voor jou. Of misschien werkt kleding supergoed voor jou. Of misschien werkt speelgoed heel goed voor jou. Dat weet je niet, dus test daarom eerst lekker breed. En daarna kan je dus zien wat voor jou werkt. En kan je daarna niche gaan op die store. Dus kan je van general naar niche gaan. Oké, bouw uiteindelijk systemen. Nou, dit is cruciaal als je geen systemen hebt hoe je producten moet vinden. Een store moet bouwen, productpagina's moet schrijven, advertenties moet maken, advertentieteksten moet schrijven, ads moet runnen via Facebook of TikTok of welk platform. Dan ga je zomaar wat doen en dan ga je nooit komen bij je gewenste uitresultaat. Dus als je deze systemen wel hebt, kan je deze ook laten uitbesteden aan je team, die dat makkelijk voor je over kan nemen. En de beste manier om systemen te bouwen is door het eerst zelf te doen en elke stap te documenteren die je hebt genomen om daar te komen, zodat je deze dus kan doorgeven aan je team. Dat is het hele doel. Dat je dus zo simpel mogelijk zegt van, hey, dit heb ik gedaan. Dit is hoe jij het kan doen. En ik betaal jou hier X voor, zodat jij die tijd meer hebt en die leverage om verder te gaan. Oké? Nou, consistentie. Het klinkt misschien cliché of voor de hand liggend, maar dit is een van de meest belangrijkste factoren om grip te krijgen op je e-com business. Er zullen veel tests zijn bij dit businessmodel. Of het nou Shopify dropshipping is of verkopen op Bol of Amazon of wat je ook doet. Ja, het gaat met vallen en opstaan. En dat is met elk businessmodel en dat is met alles in je leven. Dus ja, wees voorbereid op die tegenslagen tussen aanhalingstekens. Momenten waar je van kan leren. Want alles wat goed gaat, daar leer je niet zoveel van. Maar de dingen die minder goed gaan, daar kan je juist van leren. En consistentie is uiteindelijk wat je in staat stelt om te blijven testen. Als je 10 producten per week gaat testen, ga je er veel sneller komen dan iemand die 1 product per week test. En test net zo lang totdat je die winnaar vindt en geef niet op. Het kan erg ontmoedigend zijn als je dus een paar producten hebt getest en ze niet slagen en je hebt dus advertentiebudget erin gegooid en je denkt van ja, dit werkt niet. En dit is ook echt het punt waar de meeste mensen stoppen. Dus het is dus erg belangrijk dat je doorzet op dat moment dat dus de meeste mensen opgeven. Je laat steeds meer mensen achter naarmate je doorgaat. Het is erg belangrijk dat je consistent blijft als je gelooft in het businessmodel en als je een sterke why hebt. Nou, zodra je die winnaar hebt kunnen vinden, kan je jouw bedrijf dus gaan opschalen en is het allemaal waard geweest. Het gaat uiteindelijk om de journey ook. Tuurlijk gaat het om geld verdienen. Maar ja, het gaat ook om het verhaal dat je creëert. Oké? Nou, neem geen dagen vrij. En dat is iets wat ik zeker niet doe. Ik werk maandag tot zondag. En dat is puur omdat ik het ook leuk vind. Niet alles vind ik leuk in mijn business. Maar ik sta echt ja, vrolijk op. En ik heb weer zin om aan de slag te gaan. En er is niets liever dan wat ik doe qua e-commerce. Dat is echt mijn ding gewoon. En ik hou gewoon van progressie maken in mijn business en vooruitgang. En je moet bereid zijn om alles om je heen op te geven in ruil voor wat je nu niet voor je hebt. Dus je wil bijvoorbeeld iets, maar je moet gewoon misschien eventueel vrienden opofferen, vriendin of ja, bijvoorbeeld bier drinken of wat dan ook. En als je elke dag gaat werken, kun je jouw inspanningen leren en jouw vooruitgang uiteindelijk naar het volgende niveau te brengen. Dan kan je jouw gewenste eindresultaat brengen. Iemand die gewoon niet elke dag werkt of zelfs maar een klein beetje elke dag werkt, zal niet in de buurt komen van iemand die elke dag wel werkt. Als je je ertoe verbindt om elke dag te werken, bereik je bijna garandeerd al jouw doelen. Dus ik geef je letterlijk al deze guidelines. En er zullen mensen zijn die deze video kijken en die de video nog niet eens afkijken, maar er zullen ook mensen zijn die het wel toepassen. En jij moet zorgen dat je wel bij die groep hoort die wel toepast wat ik je vandaag meegeef.
Oké? Nou, omring jezelf met gelijkgestemden. Super belangrijk om met de juiste mensen om je heen te gaan. Heb je ook de juiste drive, motivatie, consistentie en doorzettingsvermogen hebben als jij. Dus wees in een inspirerende omgeving. Je kunt veel zelf doen, maar jezelf omringen met mensen die jouw ideologie en visie delen, zal niet alleen jouw energie, drive en motivatie veranderen, maar zal je ook helpen om naar een geheel nieuw niveau in jouw business te stijgen. Enkel van de beste plekken om elkaar te ontmoeten en te netwerken, waar ik mensen heb gevonden, zijn Facebookgroepen, Telegram-chat, WhatsApp-channels, persoonlijke seminars, events, cursussen waar je investeert, coaching die je investeert. Daar heb ik heel veel mensen ontmoet de afgelopen jaren. Ook vanwege mijn coachingbusiness ontmoet ik ook heel veel interessante mensen. Ik heb mijn Facebookgroep hierboven ook gekoppeld. Dus als je wil netwerken met meer dan 1000 ondernemers die je zou willen ontmoeten, neem dan gerust een kijkje onderaan deze video. Kan je op de link klikken en dan kan je gratis toegang krijgen tot deze chat. Ik deel daar ook super veel waarde omtrent e-commerce. Super handig dat je daarin gaat zitten. Oké? Nou, ik wil je alweer bedanken voor het kijken naar een gloednieuwe video. Like en abonneer voor meer, want 97% van jullie is nog steeds niet geabonneerd. En het is volledig gratis. Dus doe dat even, dan kan ik veel meer van dit soort toffe video's voor je maken. En ik spreek je de volgende keer weer. Ciao, ciao.